waarschijnlijk wel. Met kerst is je tafel rijkelijk gevuld. Soms iets te rijk. Zonder hem allemaal weg te gooien, toch? Ik ga je laten zien wat je de dag na kerst met je leftover groenten kunt doen. Op een hele originele manier, al zeg ik het zelf. Ik ga namelijk 4 kleine mini groente plaattaartjes maken. Ik heb hier kant-en-klaar pizzadeeg. En met een scherp mes verdeel ik het pizzadeeg in 4 kleine pizzaatjes. Dan heb ik hier een paar kleine fijn gesneden olijfjes. Gele reepjes paprika. Het is natuurlijk super leuk om daar een mooie zonnebloem van te maken. En het is natuurlijk super leuk om dit met je kinderen te doen. Laat ze lekker meehelpen. Het steeltje van de zonnebloem. Die maak ik met bieslook. Dan voor de bloemblaadjes. Pak 2 blaadjes basilicum. Dat ziet er toch mooi uit. Ik word hier helemaal blij van. Het tweede schilderijtje. Daar ga ik een tulp maken. Die maak ik met een snackpaprika. Daar is die. De tulp. Deze heeft natuurlijk ook een stengeltje nodig. En ik heb hier groene olijven. Ook die gebruik ik als bloemknopje. En de blaadjes, die maak ik met dille. Ik heb hier ook nog wat hele takjes dille. Als een soort bebossing op onze canvas. Deze bloemetjes maak ik met kappertjes. Het leuke is, kappertjes zijn zelf natuurlijk ook bloemknopjes. Dus die komen hier helemaal tot hun recht. Het is natuurlijk wel een beetje vreubel de vreubel. Maar hallo, kijk hoe leuk dat resultaat is. Ik word hier helemaal blij van. Voor het derde schilderijtje neem ik lekker wat rozemarijn. Die kan mooi onderop. Ook wel leuk om wat grassprieten te maken met groene aspergetips. En de bloemetjes maak ik met uieringen. En bijvoorbeeld met wat radijzen. En natuurlijk weer wat bieslook voor de stengeltjes. Dan heb ik hier nog een klein beetje ruimte voor de laatste. Hiervoor pak ik wat tomaatjes. Weer een stukje bieslook. En met paprika ringen kun je natuurlijk ook nog een bloem maken. Ziet het er mooi uit, hè? Nou heb ik nu natuurlijk nog een heleboel groenten over. En daar zou je natuurlijk een heerlijke bouillon of groentesoep van kunnen maken. Ik heb hier nog wat olijfolie. Daar gaat hij en lekker van smaken en ook mooi van glanzen. En om hem helemaal af te maken, een klein beetje grof zeezout. En dan kan hij de oven in. Kwartiertje, 220 graden. En zo heb je de dag na kerst ook iets heel speciaals. En kun je weer vrolijk aan tafel.